En dan welkom mensen van Twitch Gaming en welkom bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal. Vergeet wel zeker niet op dat duimpje omhoog te klikken en natuurlijk alvast te abonneren voor meer als je dat natuurlijk nog niet hebt gedaan. We gaan vandaag beginnen aan de wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Laten we eerst de intro starten en dan gaan we kijken hoeveel deze wedstrijd gaat worden. Nou, zoals we weten is het natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd tegen Dortmund. We zijn al door, alleen het is nog een wedstrijd om een best wel belangrijke positie. Plek 1, dat lood jij sowieso tegen de nummer 2 van een andere pool. En ja, vaak zijn dat niet de beste clubs, dus laten we hopen dat we kunnen winnen van Dortmund. We weten natuurlijk in ons achterhoofd dat we een wereldpot in aflevering 2 hebben gespeeld tegen Dortmund. Dus ja, kunnen wij dat opnieuw? Dat is natuurlijk de vraag. En die vraag krijgen we vandaag antwoord op. Als het goed gaat. Laten we het daar maar op houden als het goed gaat. Nou, Ajax en Dortmund betreden het veld. Hier in de prachtige Amsterdam Arena, ook wel de Johan Cruijff Arena genoemd. Het gaat er ergens om en dat mag duidelijk zijn. De publiek is in ieder geval blij met de spelers. En daar Dortmund en al die andere rotzooi. Nou, laten we gewoon gaan beginnen aan de wedstrijd tegen Dortmund. Dortmund wil natuurlijk wat recht zetten. Weet ook dat er hier wat te halen valt. Oh, mijn microfoon. In ieder geval, ze weten dat hier wat te halen valt. Dus we moeten het wel even goed aanpakken allemaal. Dortmund, oh, dat was wel de eerste grote kans van Erik Braut Haaland. Laten we hem maar gewoon Haaland noemen. Oeh, daar ging even een foutje van Masraoui. Het gaat door Alvarez. Alvarez die nu mooi kan oplopen. Te hard. Ja, daar is keeper Kobel van Borussia Dortmund. We weten natuurlijk dat in het echt Dortmund het niet zo heel lekker doet in de Bundesliga. Ik denk ook niet dat ze het heel lang nog volhouden. Oh, wacht, die liggen al uit de Champions League. Laat maar. En Ajax is in het echt ook eerste. En dat kunnen we hier ook. Davy Blind maakt de 1-0. Het was eigenlijk niet eens de bedoeling, maar hij schiet hem plotseling binnen. En dat is alleen maar lekker. De centrale verdediger die scoort, dat zien we ook niet vaak. Het zal wat zijn als dit de beslissende wedstrijd goal is. Het zal wat zijn, dan heeft Davy Blind een belangrijke rol voor het eerst in deze serie. De nummer 70 van Ajax schiet hem wel mooi binnen. Kobel had hem wel kunnen hebben naar mijn mening. Ja, Kobel is hier zeker niet vrijgesproken. Ja, de verdediging van Dortmund doet het hier ook gewoon niet goed. Deed Blind heeft alle tijd om uit te halen. En scoort hij bij zijn eerste doel. Nee, zijn tweede doelpunt al. Oh, hij heeft nog een keer gescoord. Oh, dat doelpunt zit me dan niet meer op mijn netvlies. Oh, daar was Dortmund. Haller is ook lekker bezig in de Champions League, scoort er enorm op los, daarom staat die graphic ook in beeld. En Dortmund kan direct wat terug doen, maar Davy Blind heeft nu zo'n boost denk ik tegen. Het loopt nog niet zo heel erg lekker, Dortmund domineert op balbezit eigenlijk best wel de wedstrijd. En daar komt Haaland en dan wordt het nog geen 1-1, want de Remco Pasveer staat bij Ajax onder de lat en dat mag Haaland weten ook. Daar komt Pasveer weer. Oh, dit is dan niet zo lekker gedaan. Lijkt erop dat Pasveer gehinderd werd. Dit is een overtreding op Alvarez. Foutje Blind, maar wordt niet echt afgestraft. Sterker nog, Ajax kan eruit. Als deze bal goed is, Berghuis, ja, wordt gewoon goed van de bal gezet. De bal was ook niet echt optimaal. Niet heel erg goed in de loopsfase Berghuis, maar dat maakt niet uit. Kan gebeuren. Ik denk er ook aan om ook een Ajax Career Mode te starten. Ja, dat worden er wel heel veel, maar ik vind Career Mode zo leuk. Hè. Dat is echt niet normaal.
ben zo verslaafd. Als ik aan het gamen ben, dan is het gewoon alleen maar career mode spelen. Dat vind ik zo leuk. Haaland. En hij mist weer. Hoe krijgt Haaland het toch elke keer voor elkaar om die bal hier binnen te schieten? Hij had ook alle tijd. Hij schiet veel te snel. Wij zijn zo slordig. Maar dit doet, is ook de verdienste van Dortmund hoor. Die hoge druk zet. Maar ja, dan is dit het nadeel van. Met Anthony. Met Anthony. Anthony. En dan in de rebound is het zomaar 2 tegen 0 door Steven Berghuis. Hij schiet hem gewoon binnen. En dan lijkt Dortmund, ja, die wordt in rouw geschoten. Want Dortmund is gewoon veel beter in deze wedstrijd, hè. Maar wij moeten het gewoon enorm hebben van onze counters. En dan staat het gewoon 2 tegen 0 voor Ajax. En dat, ja, allemaal door het hoge druk zetten van Dortmund. Dan vallen er heel veel ruimtes aan de achterkant. En dan staat het zomaar 2 tegen 0. En Berghuis is daar natuurlijk blij mee. Ja, Dortmund gaat nu wel heel erg raar spelen. Een beetje met die bal pingelen. Dan kan dit nog wel eens een mooie uitslag gaan worden voor Ajax. Als Dortmund hun aanval ook echt niet af weet te maken, nog steeds. Dan komt hier de captain Tadic, maar niet echt langs. Kreeg ook niet echt aanspeelmogelijkheden. Dus we moesten wel gaan dribbelen met Tadic. De achterspelen vond ik ook het risico. Een corner voor Dortmund vanwege het tegenhouden van Juk. Als weer twijfelt om te komen. Oeh, daar was nog wel bijna Reina. Spelen heel erg veel risicovoetbal. En zoals dit ook, die bal op Gravenberg hadden we eigenlijk niet moeten doen. Maar we doen het toch. We willen dan opendraaien, wat al helemaal niet kan. En daar is Dortmund. Daar is Dortmund. En daar is de 2-1 ook direct. Ja, dan is Dortmund terug in de wedstrijd door Marco Reus. En zo gaat het allemaal wel heel snel. Zo krijg je weer zo'n doelpuntrijke wedstrijd zoals in aflevering 2. 2-1 en dat al in de eerste helft van de wedstrijd. Binnen 30 minuten. Twee tegen één dus. Wij moeten gewoon nu even wat meer balbezit gaan krijgen. Want we hebben zo weinig invloed op deze wedstrijd op dit moment. We zijn echt qua balbezit doen wij echt... Nou ja, zijn we niks tegenover Dortmund. Helemaal niks. En met dit soort ballen komen we er net. Masraoui. Oh, dit is wel een hele smerige overtreding van... Wie is het? Guerrero. Ja, ik vind soms best wel moeilijk. Ik vind sommige namen best lastig. Terwijl ze best makkelijk zijn. Oeh, een buitenspel, jammer. Nou, iets is het er niet mee eens. Kijk, dit is dus een slordigheid van Dortmund. Een foutje op het middenveld opnieuw. Ja, daar is Dortmund. Pasveer komt niet. Pasveer komt niet. En dat is op dit moment een goede keuze. Want daardoor kan Ajax in de aanval met Tadic. Ze houdt wel een beetje de snelheid eruit. En Tadic is niet zo snel. Maar Gravenberg daarentegen. Oh wel, maar niet zo snel. Daar is Dortmund dus weer. Maar daar is ook weer Ajax met Daley Blind. Zoals we zien is de controle bijna leeg. Boeit ons niet, want daar is Tadic. Dusan Tadic gaat er niet in. Dan is het Kobel die hem uiteindelijk hem vast heeft. Dit was wel de kans van Tadic om de 3-1 erin te schieten. Maar hier is Ryan Gravenberg. Zo krijgen we wat invloed op de wedstrijd. Worden we wat minder slordig op het middenveld. De eindpasers kunnen beter.
Maar ik ben blij met hoeveel balbezit we nu een beetje hebben. Dortmund laat ons een beetje voetballen. Het is zeker nog dat we slordig zijn, dat zeker. Ryan Graven. Ah, dit was niet de bedoeling. Hoezo wordt er afgefloten? Is het dan buitenspel? Maakt ook niet uit. Even kijken. Sporting 1-0 voor tegen Benfica. Club Brugge 1-1 tegen City. Leipzig 1-1 tegen Paris. Op zich wel rare scores. Even kijken of we wat bijzondere wissels kunnen gaan doen. Koudous erin voor Berghuis. Tagliafico er even in voor Blind. En dus even. Ja, eruit. En we doen Rens er even in voor Mazraoui. Dat worden de wissels. Diezelfde Anthony schiet, diezelfde Anthony krijgt een corner. Komt de corner, maar ja, die wordt eigenlijk bijna praktisch nooit ingekopt. Maakt het niet uit, ik zet de bal nog steeds. Met weer Anthony. Anthony op Koudous, en Koudous krijgt de kans om uit te halen, maar wordt geblokt. En nu kan Dortmund, als ze het goed doen, eruit. Er zijn alweer heel veel van Ajax terug. Kans voor Dortmund lijkt verkeken, maar ja, Tadic verdedigt goed mee. Krijgt nu alle tijd om een beetje op te lopen. Tadic. Gravenberg en dan Koudous. Ik wou Anthony inspelen, maar ja, mocht niet baten. Daar is Dortmund, daar is Borussia Dortmund, maar geen haast. Daar is Sebastian Haller, oh! Ajax wordt beter en beter. Dortmund werkt het ook in wissel. Daar was dit, de kopbal van Martinez. Hoge bal, weggekop. En dan wordt het wat met Koudous. Koudous, wordt het een gouden wissel. Koudous geeft hem af op Haller en Haller schiet hem binnen. En dan lijkt het klaar voor Borussia Dortmund. Het is 3-1 door Sebastian Haller. En Amsterdam wordt wild. Goed binnengeschoten, niks mis mee. Oh, en Dortmund wordt nu heel slordig. Dortmund wordt nu te slordig. Koudous, oh, weer een kans voor Ajax. Was de bedoeling. Martinez. Oh. Wou je nog wat sterke Haller hebben? Timber met alle rust. Ajax voetbal zich er weer goed onderuit. Met Koudous. 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 Oh. Haller. Net over. Dortmund is in de tweede helft volledig ingezakt.
Karic op diezelfde Kudus. En nu zit hij er wel in. 4 tegen 1. Nou lijkt Dortmund opnieuw af te stevenen naar een blamage. En in Amsterdam zijn ze weer heel erg blij. En Kobel denkt van waar de fuck ben ik in beland. Ja, ach, binnengeschoten, maar hij zit erin. 4-1 voor Ajax. Hoe kan het allemaal toch zo makkelijk gaan nu in de tweede helft? Daar is Ajax weer met Kudus. Oh, slechte bal van de centraal aanvallende middenvelder. Daar is Haaland. Oh, daar is de eerste wapenfeit echt van Borussia Dortmund. Corner. Oh, en daar is de 4-2. Uit het niets komt Dortmund terug door Mats Hummels. Voor een standaard situatie die nog gekopt wordt door een Ajaxiet en hem zo klaarlegt voor Mats Hummels. Wat doet diegene in de goal ook? Ja, was dus Mats Hummels. Om zo weer een doelpunt te verstijgen bij Ajax Dortmund. Nu denk ik dat Dortmund heel veel risico gaat nemen. Waardoor de ruimtes ontstaan. Vooral met snelle spelers zoals een Kudus. Daarom heb ik hem er ook in gedaan. Kudus. Ja, afgeven dan maar. Goal. 5-2 door Ryan Gravenberg. Hij scoort weer tegen Dortmund. En die Kudus valt toch echt geweldig in. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Kudus valt echt geweldig in. En zo krijgt Dortmund weer een klap. Alvarez en weer Kudus. Ja, ik zei het al. Dortmund gaat nu heel veel ruimte staan. Ik dacht, we gaan een mooi doelpunt maken. Maar de poep schold uit. Kudus heeft al meer schoten dan Haaland die bijna 90 minuten aan het voetballen is. Ook best wel ernstig. Zegt dat meer over hoe Dortmund deze wedstrijd aan het spelen is. Moré. Hij krijgt gewoon de kans niet. Daar is Sebastian Haller. En daar is de goal denk ik weer. Ja, hij zit erin. En het is Dusan Tadić die er 6-2 van maakt. Erge cijfers. Van Dortmund, wat veel te aanvallend speelt. Verdedigend staat het echt dramatisch bij de Duitsers. Het staat voor geen meter bij ze. En Ajax maakt daar dankbaar gebruik van. Dortmund, ja, krijgt nog een corner voor de eer. Oh, het is 6-3 en is het nou een eigen doelpunt? Dortmund maakt in ieder geval weer een goal uit een hoekschop.
Maar volgens mij is het pas weer geklopt door zijn eigen speler. Dat dacht ik te zien. Nee, het is geen eigen goal. Het is die nummer 16. Nee, het is wel... Huh? Het wordt wel op Akanji zijn naam gegeven, dus dan heeft hij gescoord. 6-3. Oh, nu wordt Ajax wat te wild. Goed gedaan. Oh, nou ja, toch weer minder. Oh, daar is de 6-4 nog. Dortmund doet toch nog wat om een harde nederlaag te voorkomen. Maar wat zijn we in de verdediging elkaar aan het doen? Haaland, ja, die is ook wel twee koppen groter, zo wat. Kan dus makkelijk binnenkoppen tegenover Martinez. Haaland zijn vierde goal. Nou echt zo'n tweede helft van Dortmund? Dortmund die is nog bezig met de slotoffensief. Haaland die nog op de paal schoot. Oh, Dortmund is nog hard bezig. Maar Ajax wint en is dus poolwinnaar in deze belangrijke ploeg. En hopelijk brengt dat ons tot een goede loting. S4. Op zich wel. Het lijkt een spannende wedstrijd geweest te zijn, maar eigenlijk nooit sprake geweest van een spannende wedstrijd. Nieuw. S4. Sporting wint met 2-0. Uiteindelijk wint City dan nog wel met 3-1. Leipzig speelt wel 2-2 tegen Paris Saint-Germain. Dat is echt een prima resultaat aan hun kant. Hè? Die hebben we geloot voor de volgende video. Atletico Madrid. Nou, liever tweede zware geworden. Alhoewel, misschien had je dan wel een Liverpool of zo geloot. Allaire is mede tot score. Technisch. Maar. Ajax. Doelpunten. Haller. Havenberg. Berghuis. Neres. Blind. Mohamed Kudus. Anthony. Maschawi. Tadić. Oftewel, genoeg doelpunten zijn er. In de groepsfase van de Champions League. 15. 22 doelpunten uit 6 wedstrijden. Dat is wel enorm erg. Wel heel erg netjes. Mensen, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Ik ken daarvan zeker niet op dat duimpje omhoog te klikken. En natuurlijk alvast te abonneren voor meer natuurlijk. En nu ga ik het laten zien bij de volgende video. Later mensen.